Ik denk dat ik in ieder geval dit stukje dan even gebruik om je digitaal het boek te overhandigen. Okay. Ik ben heel vereerd dat je het in ontvangst wil nemen. Het is natuurlijk nog even een dummy. En uiteraard, je zit op ver weg, hè, op afstand. Dus het is ook moeilijk om het fysiek bij je te krijgen. Maar ik vind het toch hartstikke leuk. Je hebt als het goed is het digitale script gelezen van het boek. Ik was natuurlijk heel erg benieuwd, benieuwd naar de reactie. Ja, het is een heel mooi boek. Ik denk dat het een heel handig boek is. Je hebt met heel veel liefde geschreven, heel veel overtuiging. Maar ook, je bent een praktisch mens, dus je geeft heel veel tips. En je hebt ook je persoonlijke verhaal erin, wat natuurlijk iedereen dan aanspreekt. Ik denk dat het persoonlijke altijd belangrijk is om erbij te doen. En ik denk dat mensen op zoek zijn naar hoe praktisch te leven met in deze duidelijke tijd. In deze tijd waarin het duidelijk is dat we deel zijn van de natuur en hoeven. Nee, dat gaat helemaal niet. Ik moet het even over doen. Doe er over, want we gaan toch een stukje pakken eruit. Maakt niet uit. Ja, presenteer je boek maar. En geef me maar gauw eerder het woord. Dan ben ik makkelijker. Ja. Presenteer je boek ook maar. Ja, heel goed. Irene, hierbij het boek, de overhandiging. Alsjeblieft, ik vind het heel mooi dat je dit digitaal wilt ontvangen. Past natuurlijk helemaal bij deze tijd. En ik ben ook benieuwd naar je reactie, want je hebt het al gelezen. Laat het even goed zien. Laat het even heel goed zien voor de camera. Daar is hij dan. Ja, ongeluk. Ja, jouw boek. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik neem het heel goed in ontvangst. Ik heb het natuurlijk bekeken en gelezen. Je hebt het met heel veel liefde en enthousiasme en ook heel veel praktische tips erin gegeven, zodat mensen daarmee aan de gang kunnen. En ik denk dat iedereen zoekt naar wegen van hoe kan ik duurzamer leven. En ik denk dat de coronatijd veel mensen ook de tijd heeft gegeven om meer in zichzelf te dalen en na te denken van hoe leef ik eigenlijk en wat wil ik, wat vind ik belangrijk. En dat veel mensen daardoor dichter bij de natuur zijn gekomen. Misschien ook dichter bij hun eigen natuur zijn gekomen. En dat je boek kan helpen om mensen dus de weg te wijzen wat je kan doen. Dus mooi. Dank je. En misschien ook wel heel erg hard nodig. Hè? Want dat is wat me opvalt aan de relatie die we hebben. We hebben dingen met Green Kids gedaan. Ik ben ambassadeur van Natuurwijs. Dus we omarmen eigenlijk allebei wat hetzelfde doel. Hè, dat de mensen de natuur meer in balans moeten komen. Maar het is ook een hele zoektocht. En het is ook niet heel erg makkelijk voor mensen om dan te snappen wat de impact is van hun handelen. Nee, en dat is inderdaad een van de problemen. Waardoor mensen, als je dus in een supermarkt komt en je koopt wat dan ook, wordt niet nagedacht dat het radijsje uit de grond is gekomen. En er zit zelfs geen modder meer aan. Dus het is wel heel ver weg van de realiteit van het groeien. En wat er allemaal voor nodig is om dat product, dat levende product, dus in de schappen te krijgen. En we nemen er ook geen tijd voor. We leven heel haastig. En het zou belangrijk zijn als we op een makkelijke manier zouden kunnen weten wat er vooraf is gegaan aan het product wat je wilt consumeren. En je boek helpt daar misschien ook wel mee. Maar dat kan nog wel veel in dat opzicht kan er nog veel gedaan worden. Dat het vergemakkelijkt is om te zien waar dingen vandaan komen. En of je dat wel waar je aan mee wil doen en waar je niet aan mee wil doen. Want dat heeft coronatijd bijvoorbeeld ook wel gebracht. Want heel veel mensen nadenken, hoe wil ik leven, wat vind ik belangrijk. En daarvan is een groot deel van de mensen die denkt van, die natuur is, heb ik eigenlijk nooit genoeg tijd aan gegeven. En het is belangrijk dat ik daar meer tijd voor neem en dat ik meer in de natuur kom. En mensen ook voelen en ervaren wat de natuur met hen doet en hoe belangrijk het in hun leven kan zijn. Maar dat ze deel zijn van de natuur en daarna leven, daar zijn we nog een eindje van weg, denk ik. Er moet nog een hoop gebeuren, maar aan de andere kant is het ook wel belangrijk om te zien wat er allemaal wel al gebeurt. Hè. Voor mij zitten we ook wel op een soort van kantelmoment in de wereld, waarbij oude economische systemen veel meer natuurinclusief worden en je ziet allerlei prachtige initiatieven ontstaan. Hopelijk natuurlijk op tijd, hè, dat we tot tijd nog kunnen keren, maar ja, dat is dan wel weer hoopgevend. Het is sowieso hoopgevend, want er gebeurt echt heel erg veel goeds. En dus ik richt me altijd op wat er wel kan. Want wat er niet kan, dan staat alles stil. Dus dat heeft helemaal geen zin. Positief. Maar heel veel succes met je boek.
En ik hoop dat heel veel mensen het zullen lezen, want het is mooi, het is praktisch, het is goed. En het straalt jouw liefde voor de natuur uit. En dat is ook belangrijk. Een groot compliment, dankjewel. Veel succes ook met het goede werk wat je allemaal doet met de kinderen en alles. En ik hoop elkaar ook snel weer te zien. Ik hoop het ook, Lodewijk. Oké, Irene, dankjewel. Dag. Dag. Ja.